Sakura, dat kan je wel zien, dat is hem. Lima! Gaan we aapjes kijken? Ja. Oh, I love it already. Zitten jullie lekker? Dat is een groot vliegtuig. Welkom weer bij onze veel te late mini-vlog. Late mini-vlog. We doen het echt niet. Ik snap dat mensen echt gek worden. Ik begrijp het wel. We gaan het doen. Alleen ik was nu weer op vakantie. Toen kwam ik terug, was het heel druk op werk. En toen hadden wij weer niet de filmpjes geërfd. Want via de mail worden ze toch wel wat waziger. Dus ja, nogmaals. Allemaal excuses en bla bla bla. We hebben helemaal niks aan, maar we zijn er weer. We proberen het wel gewoon te doen en we vinden het heel fijn dat jullie ons nog steeds supporten. En gelukkig krijgen we ook wel weer heel veel leuke reacties als we wel weer een vlog uploaden. En dit is de eerste vlog dat Marie er brunet. Yes! Eerst in ons hele leven verschillend. Ja. Het is nu niet meer wie is wie, Marie heeft bruin haar, Julie heeft blond haar. Het scheelt wel heel veel vragen. Ik vind dit wel echt bij mij passen en dit echt bij jou passen. Ja, daarover laten we Wat gaan jullie zien in deze vlog? Ik de voorbereidingen naar Ibiza. En mijn allerliefste, ons allerliefste dochtertje is alweer één geworden, Limaatje. De verjaardag ga ik meenemen en alle voorbereidingen. En ik ga zien hoe Marie haar gaat verven. Ja, en ik ga ook gezellig met het gezin naar Apeldoorn. Dus zijn jullie benieuwd voor de beelden? Blijf kijken en abonneren en commenten! Duimpjes omhoog! Love, Reiners! Kijk nou hoe leuk. We zijn bezig met Lima de voorbereidingen. Amazing Events heeft nu dit voor ons neergezet. Vinden jullie de kindjes super leuk in de tunnel met de kubussen spelen, autootjes en hierop klimmen en dan weer glijden. Het is echt super mooi weer vandaag, dus we hebben echt 1, 2, 3 parasolen. We hebben ons lijf al uithangen, we hebben alles even aan de kant gezet, ook onze tafel. En we gaan nu even de decoraties doen. Hoe schattig. En dit gaat Lima aandoen. Een kroontje. En dan heb ik een rompertje. Zo schattig en verliefd. Ja, precies hetzelfde jurkje, maar dan in het lang met een haltertje. Zo leuk. Nou, die jarige Job is jarig en wakker. Ik zie hem aan, Lima. Ze weet niet waar ze moet kijken. Oh, wat is jammer. En kijk wat een mooie taart je hebt van Sweet Cakes. We gaan hem even laten zien hoor. Kijk nou hoe mooi deze taart is. Wolkjes, Lima is one. Met een regenboog. Zo leuk. En ik heb nog van Miri allemaal cupcakes gekregen en donuts. We gaan nu even alles klaarzetten. Het is bijna 3 uur. Om 3 uur begint het. En dan gaan we beginnen. Dit is een smashcakeje. Oh. Lima slaapt. Oh, Lima, mijn naam. Livia die slaapt nog. Het is echt niet normaal. Die slaapt nooit zo lang. Zal je altijd zien? Livia de outfit. Dit heb ik zelf even versierd. En buiten is nog bezig met de regenboog. En dan zijn we ready. Oh, wow. Kijken naar jouw verjaardag. Oh, wat leuk zeg! Lima! Ik produceer alleen mijn eigen lijstje. Hey! Ja? Mijn meisje! Wie is er jarig? Koek, koek! Gaan we toe? Lima! Lima! Wat mooi, Rok! Wacht, hè? Hij wil kijken naar zichzelf. Straks zit het goed. Ah, ik zal je staart zetten. We hebben geen muziekje. Jawel. Wat ben je mooi! Wat ben je mooi, schatje! Kom, we gaan naar Lima! Kijk nou hoe leuk. De regenboog is geïnstalleerd. De play area, ballonnen. We zijn er klaar voor. Mooi, Lilia. Gaan we draaien. Lekker allemaal nu even hier. Lilia, kijk eens naar mama. Wauw, wat ben je mooi! Ik wou niet zo'n hoedje beneden. Wat ben je mooi! Ik heb hier boven aangezet. Ik heb Lima een hoedje gekregen. Waar ben je, Rok? Wat leuk allemaal! Auto's, hè? Mooie auto's! Het zijn gezellig op verjaardag van Lilo's. Kijk, je daar staan! Hallo, Lima! Hallo Lilo! Kijk hoe enig, ze wil taarten. Dat kan je wel zien, dat is hem. Lima! Alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Hiep in de piep! Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloria.
Zo, Lima, hoe vind je de taart? Lekker weer. Lima. Dat is lekker. Oh. Oké, where to start? Lima is alweer 1 jaar geworden. Ons allerliefste, liefste geschenkje. Ja. Ik was heel erg lang aan het twijfelen over een thema voor Lima. En ja, ze vindt eigenlijk voornamelijk nu eten het leukste. Ze heeft niet echt iets van Bing of dat soort Boomba. Dat we zo'n sushietje moeten verkleden. Echt, dat is zo'n sushi-rolletje. Dus ik dacht, een Rainbow Babies is ons gewoon onze blije, leuke, lieve baby. Nee, het begon bij, je ging het niet vieren. Toen zei ik, ga het wel. Ja, ik ga het wel vieren. Ja, oké, maar niet met versiering. Niet helemaal over de top, dacht Toen ging je het wel vieren. En toen zei je, nou, ik heb geen jurkjes, geen outfits. Toen heb ik de outfits gevonden. Ja. Online. En toen zijn we helemaal gaan uitpakken. Ja, vanaf daaruit hebben we het thema gebaseerd. Die jurkjes waren beeldig pastel met polka dots en strikken. Helemaal hoe ik ben. En die waren van Arabella Rose. Arabella Rose. Ja, volgens mij wel. Arabella. En die kwamen de dag van de verjaardag binnen, hè? Ja, dat was de dag ervoor. Eén dag ervoor. Ik kwam helemaal uit Australië. Ik denk, die komen nooit op tijd binnen. Maar toch wel. En voor mijn jurk, die gele, daar kreeg ik heel veel vragen over. Die was van Mikas. Gewoon online. Ja, M-I-C-A-S. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Ik denk Mikas. Mikas. Hele goedkope jurk. Echt 20 euro. Maar echt beeldig. Je moet er wel echt een onderjurkje onder dragen. Want ja, het schijnt mega door. Maar op zich is het wel leuk. Ja, en de verjaardag van Lima was bij Marie en Jaime thuis in de tuin. Die had onwijs mooi weer. Ja, echt. Dat was bizar. Echt 30 graden, gelukkig maar. Niet te warm, we hadden wel overal niet te warm. Parasols, nee, maar het was niet te warm. Nee, het was die dag 26 graden en de dag erna werd het 34 graden. Ja, toen was het echt niet leuk. Dag. Nee, klopt. Dus je had echt mazzel dat je het op de zaterdag had gevierd. Ja. Het was zondag. Want Amazing Events kwam ons voor onze hele kids deco te plaatsen. Echt een play area, echt superleuke glijbanen. Echt elk kind vond het echt geweldig. En het werd gelukkig niet heet doordat we gewoon parasolen allemaal met schaduw hadden gecreëerd. Anders is het natuurlijk wel heel erg heet voor die kindjes. En de taart was van Sweet Cake. Dat was echt, ik heb nog nooit zo'n mooie taart gezien. Met Lima ene, rainbows en regenbogen en pasteltint. Dat was echt super, super leuk. En de donuts en de cupcakes van Mary's Ludwig, Mary's Candy Shop. Dat doen we eigenlijk al jaren samenwerken. Ze zijn lekker en ze zien er nog heel erg mooi uit. Ze heeft ook een ijskraam. Echt, ze heeft alles. Ze heeft alles zo leuk. En die donuts zijn echt, ja, jullie moeten een keer proeven. Die grote donuts zijn gewoon echt smeuïg hoe ze worden. Ja, echt heerlijk. Dus qua aankleding was het helemaal op en top, perfect. Hippie Puree had die regenboog achterop gedaan. En ik wilde het niet heel groot doen, maar uiteindelijk is het toch wel weer groots uitgepakt. Gelukkig. Ik vind voor de eerste verjaardag, ik bedoel, het is zo'n wonder dat je een kindje de wereld op mag zetten. En de allereerste verjaardag is toch wel het belangrijkste. Ja, maar ja, ze weet er zelf helemaal niks van. Maar voor jezelf is het natuurlijk wel erg leuk. Nou, qua herinneringen voor later, wat je het kan laten zien, is toch enig? Superleuk, want Livia werd 1 in COVID en Rock ook, dus kon je niet echt vieren. Jawel, Rock heb ik net kunnen vieren. Oh, ik niet. Jij niet, met Lilo, maar ik was in februari. Was het Het was net misschien voor de... Dus dat was heel erg leuk. Superleuk gehad met familie, lekker weer. Dus we konden eigenlijk, het was niet beter. Had en ik hou gewoon van themafeestjes. Ik zit nu al gewoon weer te bedenken voor Rock's derde verjaardag. Eerst is Livia nog jarig. Oh, ja, maar ik wil de trolls thema, maar wilde Marie niet. Ja, Livia wil alles yellow. Yellow. Minions. Minions. Hoe enig. Haar lieve kleur is geel. En ze houdt van Baby Shark. Het is helemaal wat jij leuk vindt. Oh, gele haai. Ja, misschien dat ik een gele haai of zo doe. Allemaal haaien. Enig. Of gewoon een zeemerminnetje. Wij vinden het onwijs leuk om het te bedenken en dan door iemand anders te laten uitvoeren. Maar het zijn wel altijd onze eigen idee's. Ja, ik vind het ook super leuk om te doen. En het kan gelukkig ook, dus ja, waarom niet? Why not? Het is vandaag Lima de verjaardag. We hebben gisteren Lima's verjaardag gevierd voor familie. En we gaan vandaag naar Apeldoorn met z'n viertjes, hè? We hebben even de boodschapjes gedaan om allemaal mee te nemen. We gaan de meisjes lekker in de middag slapen. Die gaan we dan rijden. Wat gaan we dan doen? Ja! Gaan we aapjes kijken? Ja. Ja? Oké. Okay. Zo, wij zijn nu in Apeldoorn. We hebben heel veel aapjes. Ze zijn ook al in onze wagen geweest. Oh, dat zijn kleine. Oh, dat zijn kleine. Ah. Dit zijn apen. Is het opa? Ja. Oh. Oh, kijk, hij heeft een hele grote snor. Zie je dat? Hij heeft een snorretje. Wat leuk dit. Wat zusje. Oké. Ik was klaar met het blonde. Ik vond het wel heel erg leuk, maar ik vond het niet mij.
Sjoerdom is natuurlijk ook blond en ik wil altijd donker, dus ik ga nu gewoon wat donkerder. Dus is de before. Dus ik zie ben ik echt wel echt mega blond eigenlijk. En ik ga lowlights doen en een toner, dus ik ben heel benieuwd. Roep je ze klaarmaken. En dit is de before. Oh my god, ik ben heel erg benieuwd en ook wel stiekem best wel zenuwachtig. In the meantime. Oh, I love it already. Bye, blonde Dolly. Oké, ik kom dus net bij de kapper vandaan. En aan dark curls. Ik ben hier echt zo blij mee. En het normale leven gaat gewoon door, want ik ben de wassen aan het opruimen. Jawel. En ik heb echt een superleuk iets. Nou, ik vind het echt helemaal geweldig. Want deze saaie witte muren gaat binnenkort veranderen, ook beneden in de woonkamer. Ik heb echt een superleuke samenwerking gevonden met heel mooie behang. Van Arte tot Missoni Versace, je noemt het maar op. En hier komt beeldig Missoni, want ik heb ook Missoni beddengoed. En ik ga nu lekker opruimen. Ik draag de nieuwste collectie van Reinders. En dit broekje is echt toelit in. We krijgen dit ook voor kids. En we gaan het verkopen als unisex, ook voor jongetjes. Want dit is natuurlijk heel erg stoer en kan gewoon door jongens en meisjes gedragen worden. We gaan binnenkort een leuke shoot doen met alle kindjes. Ook voor onze vriendinnen. Dus daar hebben we heel veel zin in. Ik ga van hak op de tak en ik ga nu even dit afmaken. Ik laat het altijd echt te lang op de wasrekken liggen. Ben ik de enige die zo lui is? Of herkennen er meer mensen hierin? In deze vlog mijn haar gaan verven. Jawel. Ja. Ik was blond. Ja. Ik werd grijs. Nog steeds. Dus ik dacht, Sjoel, jij was al blond. Of was ik wel als eerste? Nee, jij had als eerste die twee plukken gedaan. Oh ja. En toen zei ik nog tegen jou, Ja. Want voor de mensen die het weten, ik wil mijn hele leven al blond zijn. Pamela blond. En dat heb ik ook een keer, toen ik 16 was, heb ik het ook helemaal blond gehad. Ja. Toen is mijn haar zo erg uitgevallen dat ik had gezworen het nooit meer te doen. Ja. Maar ik heb nu niet mijn hele haar blond. Ik heb eigenlijk de bovenkant. Face frame en highlight. Jezus. En de hele onderkant is eigenlijk gewoon nog mijn hele eigen kleur. Ja. Dus toen Marie dat had gedaan, dacht ik echt, wat ik zeg, ik wil blond zijn. Ze zei, ja, maar ik heb het door die grijze haren. Ja, ik dacht, met bruin zie je veel meer mijn grijze haren. Ik ga eerst toch blond proberen. En ik vond het ook wel dat het me gewoon oké stond. Maar ik voelde me echt een Jules Romee. Dat is gewoon niet mij. Ik dacht, nee, dit is toch echt niks voor mij. Toen dacht ik, ik ga gewoon een toner over mijn haar heen gooien. Ik vond het wel echt heel spannend. Ja. En het is dus zo uitgevallen. Het is geen verf voor alle vragen. Ik heb het bij Ruby gedaan. In Amsterdam, Ruby Coiffures. En omdat ik al highlights... Zeg ik Amsterdam? Je zei Amsterdam. Oh. Je hebt het bij Ruby Couture gedaan. Ja. Couture dus, in Amstelveen. En omdat ik al die highlights had wat Jules zeg maar heeft, zie je dus ook nog wel een beetje die verschillende kleuren. Dus dat vind ik eigenlijk wel, vind ik dat wel leuk. Heel mooi, ja. Maar ik vind het nu alweer te licht. Want het was echt donker toen ik het net had. Ja, ik ben nog steeds wel donker hoor. Nog steeds heel donker. Maar ik heb nu echt die Megan Fox vibes. Ja, dat snap ik ook wel. Dus Marie wilde donker en ik wil weer blonder. Ja. Dus je gaat nu echt niet meer de vraag krijgen van ben jij Jules of Marie? Dus dat is ook wel een keer lekker. Dat is ook wel weer leuk, ja. Dat hebben we echt bijna dagelijks zeggen de vraag, ben jij Marie of Jules? Nee. En het is nu gewoon niets. Dan. Oké, wij gaan boodschapjes halen. En ik moet namelijk zo... Oh, is het een beetje ingezoomd. Ik moet namelijk zo naar kantoor, hè, Rock? Oh ja, zo sta je heel mooi. Hij heeft een hele mooie outfit van Dani gekregen met een motor. En om alvast de vragen te beantwoorden, ik draag een Skims bodysuit met de Reinders cargo jeans. En die komt er snel mogelijk uit. Oké, het is Bring Your Kids to Work Day today. Nou, eigenlijk was dat niet de bedoeling, maar Livia wilde zo graag mee naar kantoor. Dat Rocket natuurlijk ook niet achter kan blijven, hè Rock? Nou, dan kom, we gaan via deze kant naar binnen. Kom maar. Deze huppeltjes vinden het heel interessant hier. Hé, Rock en Lilo? Gaan mama en mama foto's maken, hè? Zitten jullie lekker? Rock, wil jij ook een broodje? Ja, we gaan foto's maken vandaag, hè? Willen jullie ook een foto maken? Even bij mama kijken. Dus inpakken, deel 115. Eindelijk is alles binnen. Het lag allemaal heel keurig opgevouwen. Nu niet meer, maar goed. We gaan inpakken. Ik heb dit jurkje wat ik aan heb van Marie gekregen. Ze zegt, Sjoel, het is echt iets. Nou, we bouwen de spanning op. Echt iets voor jou. En ik moet zeggen, het is ook echt wel iets voor mij.
Maar het is wel heel gewaagd hoor, Marie. Zelfs voor mij. Van Poster Girl, voor als ik een vraag krijg. Dit draagt dus iedereen momenteel. Ja, het is wel heel cheeky moet ik zeggen. Maar misschien voor Zuma Ibiza wel heel erg leuk. Oké, wij gaan dus naar Ibiza toe. En dan maak ik eigenlijk altijd de outfits klaar voor mij, Rocket en Mike. Meer voor Rocket en Mike. Ik heb dus, wat ik dus heel leuk vind, het ligt dus echt allemaal door elkaar. Een camouflage zwembroek voor Rokje. Met een camouflage zwemvestje. Dan heb ik voor Mike een camouflage. En dan van mij, die ligt helemaal hieronder. Een camouflage Skims bikini. Met Celine pet en dan een camouflage Reinersbroek. Maar hoe enig. Dat wil ik dus op één dag aan. Dan heb ik dus voor Mike, of Mike zelfs, een heel mooi linnenpak. Wat ik hiervoor heb gefilmd volgens mij. En dan heb ik voor Rocket uiteraard ook een pakje in het crème. Even kijken waar je ligt hier. Van Dior op Vinted gekocht. En je gaat een stuk voor €50. Dus ook in het crème. En nu is dan mijn taak om voor mij ook matchende outfits erbij te vinden. Voor Rock heb ik eigenlijk heel veel van de Zara. Dit is eigenlijk allemaal Zara. Zoals je kunt zien. Dan heb ik één off-white outfitje gekocht. Wat best wel prijzig was. En dat was het eigenlijk. Die Burberry blouses had ik ook via Vinted gekocht. Ja, die Fendi blouses dan ook wel heel prijzig. Maar dit heb ik voor €15 op Vinted gekocht. Een Burberry blouse. Dat is wel bizar. En dan heb ik eigenlijk overal setjes gemaakt. Maar ik zal het wat beter filmen als ik de koffer inpak. Dus ik ben net ondertussen aan het doen. De wasjes aan het opvouwen. Setjes aan het maken. En dan ben ik nu voor mezelf aan het kijken wat ik aan ga doen. Ik weet niet of het normaal is bij mama's. Maar die komen altijd laatst aan de beurt denk ik dan. Ik heb een nieuwe bikini van Marine Serré. En daar heb ik een hele mooie bril bij. Maar daar ga ik dus ook de Reinersbroek bij aandoen. Van Destroyed, de nieuwste set. Ik neem eigenlijk alleen maar Reiners mee. Dus vandaar dat het nog niet op tafel ligt. Want het ligt op kantoor. En de cargo's. Het wordt wel echt 30 graden. Maar het zijn wel outfits die je ook zomers kan combineren. Hoewel het de wintercollectie is. Dus als ik mijn koffer ga inpakken, ga ik het helemaal voor jullie meenemen en filmen. Maar jullie liggen morgen op kantoor. Dus dan ga ik dat voor jullie filmen. En ik heb mijn short binnenstebuiten aan, zie ik nu. We zijn aan het wachten op het vliegtuig. En we gaan bijna naar Ibiza, hè? Bijna op vakantie. In de vliegtuig. Hele grote vliegtuig, hè? Gaat hij hoog? Hij gaat heel hoog in de lucht, hè? Heel hoog. Wat gaat dit denken? Wow! Wow! Dat is groot! Dat is groot! Dat is groot vliegtuig! Dat is een groot vliegtuig! Dat is een hele grote! Hele grote! Kijk, die gaat even draaien. En dan gaan wij hier naar het vliegtuig. Kijk, dit vliegtuig! We gaan met grote vliegtuig. Zeg maar, dag familie! Hier, kusjes. Dag familie. Dag familie. Wij zijn net aangekomen in ons hotel. Ik zal dit morgen beter filmen, maar hoe lekker is dit hier. Het is nu 1 uur 's nachts, dus wij gaan lekker slapen. En dan zal ik jullie morgen een roomtour geven. Oké. Rocky, kom lekker liggen. Hoe mooi is Oku? Hé, Rok? We gaan nu heerlijk ontbijten. We wilden eventjes het hele hotel laten zien. Dit is toch niet normaal groot ook. Daar is de poolbar en dan heb je nog een winkel. Maar we gaan nu even ontbijten. Lekker aan het ontbijten bij Oku. Rock heeft heerlijke pannenkoekjes, chocolade croissantjes, lekker fruit. Het is heerlijk aan het eten. En hoe mooi zit je hier. Hallo. Au, dat was met de knie. En dit is dan het kinderzwembad en daar heb je de adult area. Dat is toch prachtig? En ik draag een van mijn nieuwste setjes. Oké, we zijn nu aangekomen bij CBBC. Dit is wel echt een van onze favoriete strandtenten nog steeds tot vandaag. We zijn hier geweest toen Rocket 3 maanden was en nu zijn we weer terug nu die 2,5 is. Woehoe! Loop maar achter papa aan, Rock. We zijn nu heerlijk bij CBBC. Dit is echt een heerlijke strandtent. Ze hebben lekker hier bedjes. En dan heb je daar echt zee, maar het gaat van heel ondiep naar dieper. Maar heel goed voor de kindjes.
Hey Rock. Rocket is lekker aan het roeren, hè? Zal ik hem iets naar achter zetten? We krijgen zo lekker ons eten. Wat heb je net gedaan? Wat heb je net gedaan, Rock? Geswommen, hè? In de zee, hè? Geswommen, hè? Oh, je bent nu aan het roeren. En we hebben lekker pasta besteld, hamburger besteld, sushi besteld. Ik ga ze lekker allemaal opeten. Kijk hoe groot het hier is. Die hele bij is van CBC. Zo heerlijk. En dan kan je hier je laten masseren. Ja, als jullie een relaxed dagje voor kids en zowel de ouders willen, zal ik naar CBC gaan. Ook jetskiën kan je. Je hebt leuke winkeltjes. Alles zit eigenlijk hier. Dit gaan we snel even allemaal opeten. En dan gaan we daar lekker in badje ook en lekker slapen. Ik vind het gewoon niet normaal. Onze hele kamer is weer lekker opgeruimd. Heerlijk fris. We hebben lekker het gegeten bij het zwembad. Ik ben nu een badje aan het maken voor Rocky. Ze hadden zelfs voor de kindjes wat neergelegd. Helemaal onze stijl ook natuurlijk. Net als ik thuis ben. Alleen hier is iets meer, of iets meer. Hier hebben ze heel veel met hout. Een nieuwe dag. En we zijn weer helemaal gematcht in het camouflage. Oké, de ontbijtzaal. Hier kan je niet meer echoën. Alleen maar fruit en cornflakes. De heerlijkste pastries. En daar nog meer lekker. Lekker, hè? Water. Hoe heerlijk. En dit is dus het kinderzwembad. Is een stuk kleiner, maar nog steeds mega groot, hoor. En wij gaan straks daar liggen. Op die bedden. Rob, dansen. Hij is goed aan het dansen. Stoer. Dat was best hoog, ja. Dat doe je heel goed, Rock. Ja, het is best hoog, ja. Maar papa gaat je vangen, hè? 1, 2, 3. Oh! Alles bij mij? Echt goed. Nog een keer, ja. Hoe heerlijk. En wij dragen de Newest Collection. Als jullie deze vlog kijken, is het net echt net live. Dit is echt eerste drop. Vrijdag online gekomen. Ja, het is echt een heerlijke, ja, corrigerende stevige stof, vind ik het eigenlijk. Hoe leuk. Eerste broekje. En het is heel mooi, ja, we hebben helemaal geen zon in Nederland. Maar het is echt een hele mooie shimmer. Ja, het kan een leuk shimmertje erin. Ik kan niet heel goed zien nu het zo dit zijn mijn donker, armbanden. Vreselijk weer is. Maar het is echt wel een heerlijke stof. En we hebben het alleen maar in de kleur zwart. Ik draag maat S en jij van de legging XS kan je ook wel makkelijk aan. Je hebt heel wel S, maar... Ja, omdat het hier S hing. Maar je kan denk ik wel beter XS aan. Ja. En volgende week vrijdag krijgen we eindelijk al dit weer als drop. We krijgen nu eigenlijk om de anderhalve week een drop. Dus heel de maand augustus komt onze hele nieuwste collectie online. De sparen geblazen. Ja, het is sparen. Het is zo leuk allemaal. Ja, elke keer als we het ook aandoen voor de stijlshoot, fotoshoot. We onze eigen webshop apparaat. Ja. Dan hebben we dat aan en dan zeggen we, nou, dit is zo waanzinnig. Ja, we hebben elke collectie hebben dat steeds meer. Elke collectie vind je nog leuker en nog leuker. Nog, gelukkig wordt het steeds leuker, ja. En niet slechter. Ja. En wat jullie ook nog misschien gaan zien is, onze voorbereidingen van Mike en mijn vakantie en het kleine Rokje. Ja. Naar Ibiza. En we slapen in het waanzinnigste hotel. Oh. Ja, dat vind ik ook cool. Ja. We hebben er 5 jaar geleden met Reinert geshoot. Ja, echt nog voorkomen. Toen heette het nog Casa Cook. Casa Cook, oh ja. Casa Cook. Dus het heeft nu wel een naamwijziging naar Oku. Maar het is best heel prijzig. Of eigenlijk is het heel prijzig. Het hoogseizoen helemaal. Hoogseizoen helemaal. Alleen, normaliter ga je elke dag ergens anders heen. Of dat doen wij tenminste. Dan ga je naar dat strand, dat strand. Dan ben je best wel veel centjes kwijt. Als je ergens wilt liggen, eten, lunchen, noem alles maar op. Dan een beetje. En nu hebben we heel veel gewoon bij Oku zelf gelegen. Want ze hebben daar een waanzinnig zwembad. En Rocky vond het daar heerlijk. En het eten is waanzinnig.
Ja, maar ook de plek, de lichtbedden, de kamer, alles de kamer, is luxe. Alles is op en top. Dus ja. We gaan nog een keer terug. Ja. Dus dat gaan jullie ook zien in de vlog. We gaan nog een keer terug, wanneer zeg ik niet. Maar ook weer met het gezinnetje, dus echt super fijn. En daar ga ik op vakantie, dus we wisselen elkaar iedere keer af. Ja, we wisselen elkaar iedere keer af. Dus we gaan jullie spammen eigenlijk voornamelijk de vlogs echt met nieuwe collectie. A lot, vakanties, dus we hebben leuk content en met ons gezin eigenlijk. Ja. Dus vonden jullie onze vlog weer leuk om naar te kijken? Laat het weten in de comments. En we hebben onze make-up tutorial opgenomen. En dit staat op Instagram Girls. Ja, dus voor alle vragen. Voor alle vragen meteen te tackelen. Ook met elk product die we hebben gebruikt. Dus dan is dat ook weer voor jullie gedaan. Daar kreeg je heel veel vragen naar. Ja. Dus ik zou zeggen, veel kijkplezier. En over de kleur van mijn haar, dat heb ik geen idee. Ik kreeg ook echt heel veel DM verlichten. Moet je gewoon even. Ja, maar het is natuurlijk, het ligt ook natuurlijk aan je eigen ondergrondse haarkleur. Dus dat vind ik altijd heel lastig om te beantwoorden voordat iemand zijn haar verpest door mij. Dus dat laat ik lekker aan de kapper. Ja, dat moet de kapper gewoon zelf bekijken. Ja. Oké. Okay. Love Rangers.